Kijkers, goeiedag en welkom bij de eerste en nieuwe aflevering van In Gesprek Met. Vanuit de redactie van In Gesprek Met wensen wij u alvast een gelukkig nieuwjaar. Ja, zoals u ook al ziet, wij zijn niet in de studio. Ik ben op locatie bij een heel intelligente vrouw. En we gaan het hebben over studeren. Ja, het afgelopen jaar hadden we het met een intelligente man. En dit keer hebben we het met een intelligente vrouw. En wij gaan in gesprek met niemand minder dan mevrouw Jane Colliff Berggraaf. Mevrouw Berggraaf, welkom in gesprek met. Dank u wel en een goed jaar aan jullie van ATV. Ja, dank u wel, want een goed jaar hebben we sowieso allemaal nodig. Oké, mevrouw Berggraaf. Ja, ik denk dat uw naam is een beetje klinken. Dan kunt u zich een beetje voorstellen. Wat bent u en wat doet u precies? Ja, wat moet ik van mezelf zeggen? Ik ben Jane Colliff Berggraaf, een zeer passionele en gedreven persoon die eigenlijk het streven heeft om zoveel mogelijk mensen te motiveren en te stimuleren om hoger op te komen in de maatschappij. En wat doet u allemaal hier bij AHKCO? Ja, ik ben dus de richtingscoördinator journalistiek en communicatie. En binnen de studierichting zorgen we ervoor dat we professionals klaarmaken om vooral in dus dat beroepenveld het werk te kunnen doen op een heel professionele manier. En u zegt het zelf, professionele mensen opleiden. Is er wel nog steeds belangstelling voor het vak journalistiek? Bewust hebben wij dus dit jaar, na 2 jaar gepilot te hebben, hebben we dus gezegd dat we dit jaar inderdaad overgaan tot de richting journalistiek en communicatie. Omdat we de afgelopen jaren hebben geconstateerd dat er heel veel belangstelling is voor dus de journalistiek en communicatie. Dus het curriculum bekeken te hebben, hebben we inderdaad gezien dat er raakvlakken zijn. Bij journalistiek moet je het belang van die samenleving dienen en bij communicatie is het belang van de organisatie. En beide mensen moeten mediakennis hebben. Dus in principe is het een heel mooie combinatie geweest wat geresulteerd is in een aanmelding van 28 mensen dit jaar. Waaronder 14 mannen. Dus wat uniek is voor onze studierichting dat we 14 mannen hebben. Ja, dat is inderdaad interessant. Die mannen beginnen weer een beetje op te komen. Want ik zou net zeggen, de mensen die zijn afgestudeerd voor Bachelor in Arts of Journalism, zijn ze wel in die richting gegaan? Zeker bij de ware tijd hebben we een aantal, ook bij Times. Ik geloof dat uiteindelijk de mensen een keus mogen maken. Wil ik dus actief de journalistiek in, maar ze hebben dan ook een keus om dus eigenlijk dus een communicatieprofessional te zijn in organisatie. Waar ze altijd over geklaagd hebben is dat dus het beter betaald is bij een bedrijf. Maar die mediakennis nemen ze sowieso mee als communicatie. Dus ik mag zeggen dat ze goed terechtkomen. Eigenlijk hebben we dus, we zijn ook bezig met het veld te evalueren en we hebben niet het gevoel dus dat ze niet goed terechtkomen. Ik denk dat de basis hier goed gelegd wordt en wanneer ze in het veld zijn, dan ben ik altijd trots om ze daar te zien en dan zijn we collega's. Ja, eerst was u docent en daarna wordt u dan een collega, maar nog steeds respectvol. En deze opleiding bestaat al 30 plus jaar, bijna 40 jaren. Dus, maar er zijn ook heel wat mensen die door tot nog toe verschillende redenen hun opleidingen niet konden afmaken. Hoe staat dat met, en ze komen er wel terug voor en dan worden ze dan studielimiters. Hoe staat het met die groep? Is er wel zo'n groep op het AHKCO? Ja, nou, ik kan u zeggen, we zitten in een proces van accreditatie waar het zeer belangrijk is om te kijken naar die gevallen. En ik zal u zeggen, met de leiding, ik zit zelf ook in de directie, hebben we echt gekeken naar mogelijkheden om deze groep, die wij noemen studielimiters, op te vangen. Ik mag u zeggen dat we het afgelopen jaar een grote groep hebben afgerond. Dit jaar hebben we dus weer een vervolggroep. De mensen willen studeren, dat maakt het zo uniek. Mensen willen studeren, mensen willen niet stilzitten, omdat ook de wereld vraagt dat je inderdaad bijblijft met ontwikkeling en studeren is een onderdeel daarvan. We hebben een traject uitgezet en gelooft u me, er zijn nog een paar die we in beeld hebben gebracht die zich weer ingeschreven hebben. En die groep, dus ze zijn dan meegenomen in dat traject. En ik mag zeggen dat het goed uitpakt. Ik geloof dat de ruimte die wij geven als opleiding, in elk geval journalistiek en communicatie, is dat de mensen de ruimte krijgen om binnen een tijd of een periode de studie toch wel af te ronden. Dus we hebben daarin echt voorzien. Dus ik denk dat dat ook in goede aarde is gevallen, vooral bij de studenten. Helemaal. Dat is een grote. We hebben dus de ruimte genomen sinds vorig collegejaar. We hebben die aankondigingen gedaan.
En we hebben een grote groep teruggehaald. En binnen die groep hebben we zeker al 10 afgewerkt vorig collegejaar. En nu zitten we weer met de groep. Dus we hopen 2020-2021 echt wel afgerekend te hebben met de studielimiters. Trouwens, binnen ook dat beleid is zeker ook aan te bevelen geweest een examencommissie. En die is er nog. En ik kan zeggen, het is een zegen. Omdat als je leiding geeft aan een richting, is het ook goed dat je ook met andere groepen kijkt naar, hey, wat zijn de mogelijkheden? Wat kunnen we doen voor de studenten? Want wij beseffen dat de student onze grootste klant is. Als we geen studenten hebben, kunnen we niet praten over de academie. Dat betekent dat je processen moet starten, processen moet volgen. Maar ook zorgen dat dus je alles in place hebt dat deze student ook het leren prettig blijft vinden. En daarbinnen heb je maatregelen. Dus we hebben ervoor gezorgd dat er zo goed beleid is uitgestippeld hiervoor. En je ziet dat studenten inderdaad komen. De nieuwe studenten moeten sowieso meegaan met een nieuwe situatie. Maar voor nu geloof ik dat we genoeg gedaan hebben. Dat dus de limiters kunnen zeggen van, hey, we studeren af. Want als je niet afstudeert, dan word je automatisch dan uit het systeem gehaald. U heeft daar een heel mooie zin aangehaald. Studeren moet leuk blijven. Maar is het nog steeds leuk? Want er zijn mensen die, ze gaan naar school omdat ze naar school moeten. Ze hebben een papier extra nodig om een goede baan te kunnen vinden. Maar op de opleiding vinden ze het wel leuk? Ik kan echt praten voor de studierechten journalistiek en communicatie. Wij concentreren ons niet alleen maar op leren, maar leren aangenaam maken. En wij doen het door ook andere activiteiten te doen dan met studenten alleen maar leren. Als we kijken, we hebben december altijd een get-together, waar studenten absoluut zichzelf mogen zijn. En dan hebben we ook vormingsweekenden. Dus binnen je studierecht, het zijn ook werkende mensen die a lot of things, weet je, hebben. Je moet ook zorgen dat het leren prettig blijft. En we zorgen ervoor dat er momenten, ze hebben zelf aangekondigd vanuit dus de KO's, de klassevertegenwoordigers, om zelf per kwartaal gewoon leuke dingen te doen. En dat maakt ook, want avondopleidingen zijn de mensen meestal op zichzelf gericht. Je komt, je studeert en je loopt weg. Maar binnen journalistiek en communicatie zorgen we voor een beetje binding met studenten. En ook de docenten zijn meegenomen in dat traject zoals we het hebben ingevuld. En het werkt goed. Het werkt bijzonder goed. En vooral, en als ik me niet vergis, de opleiding journalistiek communicatie is enerzijds theorie en anderzijds binnen de praktijk. Want in de praktijk leer je meer dan als je in de schoolbanken zit. Ja, dat klopt. Ik mag aangeven dat we de afgelopen jaren steeds weer geëvalueerd hebben. En dat heeft eigenlijk geresulteerd in dus de praktijk dichter bij dus de mensen brengen. En we hebben een studio nu, de studenten, we hebben samenwerkingsverbanden met ATV als eerste mediabedrijf. Nu hebben we ook gesprekken lopen met STVS, ook radiostations 10. Kortom, belangrijk is als student wat je geleerd hier hebt, moet je dan super in de praktijk kunnen toetsen. En dat werkt. Dat maakt voor hun ook leren prettig. Wat we ook gedaan hebben is zorgen dat ze ook een tijdschrift hebben gemaakt. Elk jaar moeten ze een tijdschrift produceren. En dat heeft ook voor hun een moment van wauw, dit is mijn levenswerk. Bij fotografie moeten ze een aantal dingen doen, een portfolio. Dus wij zorgen ervoor dat vooral de praktijkvakken, dat het zo prettig is dat de student dus dat terug kan vinden. Als je klaar bent, dat je kan zeggen van hier, dit is mijn portfolio en dit heb ik allemaal gedaan. En hoe kijkt u zelf terug als richtingscoördinator van op het afgelopen jaar? Heel tevreden. Ik zal u zeggen, heel hard gewerkt met het team. Omdat we zitten in dat proces, zoals ik het eerder heb gezegd. En van ons wordt heel veel verwacht. En als trekker, als cursusleider is het belangrijk dat je on top of alles bent. En ook moet sturen. Want als je niet stuurt, dan begrijp je dat de anderen ook niet mee kunnen. Enerverend jaar, maar ik kan u zeggen, we zijn zo tevreden over wat we gedaan hebben. Er is ook een voorbereidingscommissie die ook dus de kwaliteitszorg voorbereid heeft, waar wij ook als cursusleiders in zitten. En dat heeft gemaakt dat dus het kunnen delen met elkaar, het kunnen samen optrekken met elkaar, heeft gemaakt dat we kunnen terugblikken op een fantastisch jaar. Goed in elkaar gezet, hard gewerkt, maar niet ontevreden over het resultaat. En over resultaat gesproken, hoeveel studenten of hoeveel bachelors of art heeft u mogen afleveren van uw richting? Wel, afgelopen jaar heb ik 11 gehad, zeer tevreden. Eentje erbij, was het vorig jaar dat we 8 hadden, hebben we dus 3 erbij. En dit jaar heb ik al 1, maar als we kijken naar de lijst, moeten we verwachten dat we dit collegejaar zeker 15 afwikkelen, inclusief de studielimiters. Dat is
wel interessant. Want en ja, men weet het niet, maar AHKCU is een HBO-opleiding. En de vraag reist een beetje, want men dacht, ja, als je een bachelor op zak moet hebben, moet je er heel veel voor neertellen. Maar hoe staat het zelf met AHKCU? Wordt het ook gesubsidieerd of is het bedrag dichtbij dat van het ADEC-zuur? Wij zijn een overheidsinstituut op HBO-niveau met anderen als Lobo. Het wordt bepaald door dus het ministerie zelf, de mensen daar. En uiteindelijk blijven we dus, we hebben 2 jaar lang dus de 1200 SRD. Dat moeten de studenten. En ik leg ze ook uit, we betalen bijna niks voor de school. Eigenlijk kunnen we ook niet meer vragen. Het is een overheidsopleiding, instituut op HBO-niveau. En toch denk ik dat het belangrijk is dat studenten wel begrijpen dat of het nou goedkoop is of duur, studeren, is dat de eigen verantwoordelijkheid moet zijn. Je pakt het zelf, het gaat niet eens om het geld, maar het gaat erom dat alles wat je doet, investment in tijd van jou. Dus het is niet, je kunt het niet opwegen tegenover wat je geeft als persoon. Dus die 1200 is één aspect, maar je tijd, energie en alles wat je hebt, je werk, daarnaast moet je ruimte maken voor studeren, kost je veel meer energie en tijd. Vandaar dat we eigenlijk een traject hebben afgezet, binnen 5 jaar moet je weg van die school. En in dat traject is er ook een begeleidingsmoment dat we zeggen van hey, afronden, doorgaan, op naar je volgende uitdaging. Dus die 1200 gulden is daar. Daarnaast moeten de studenten ook zelf zorgen voor hun reader. Dat is niet zo duur. Maar als je uitrekent, is het bijna geen cent die je betaalt om later een bachelor of arts te worden na 4 jaar. En dat zou ik net vragen, hoe lang duurt die opleiding? Maar je zegt het zelf 4 jaar. Maar wat volgt eigenlijk verder nadat je een bachelor of arts hebt? Bestaat de mogelijkheid dat er misschien ook een master of journalism ontwikkeld kan of zal worden? Wat die andere richting betreft, ook voor, denk ik dat ze daarmee bezig zijn. Maar wat wij betreft, hebben wij een jarenlange relatie gehad met Fontys Hogeschool, waarbij ook een traject hadden afgezet over verder studeren. Ik heb 2 jaar geleden het geluk gehad om in België ook te zijn, waar we ook gekeken hebben dus naar na HBO kunnen de studenten gaan masteren. Maar ook daarnaast hebben we ook gekeken naar dus het upgraden van docenten. Want je weet, journalistiek en communicatie, het is gewoon een dynamisch beroep. Je moet kijken hoe werkt het in de wereld. En daar zijn er gesprekken gaan, omdat wij toch willen dat de student, als hij klaar is nu, toch wel weet van hey, hoe kan ik mijn master doen. En er zijn mogelijkheden. Het is al, ik heb het geluk gehad om buiten te studeren. Dus er zijn mogelijkheden. Het enige wat je moet doen is zorgen aan je samenwerking met het buitenland. En zorgen dat je een goed curriculum opzet dat goed aansluit op wat wij gedaan hebben. Dat zal niet zo goedkoop zijn, maar ik denk dat het moment dat wij zover zijn, dat we kijken naar scholarships voor studenten, hoe kunnen ze het betalen. Ik weet uit ervaring dat wanneer je geselecteerd bent voor een masteropleiding, dat je sowieso instanties zijn die zorgen voor een scholar. Maar goed, wij moeten zorgen dat vanuit de opleiding ook kijken what's the next step. En daar zijn we dit jaar echt mee bezig. Wij willen gaan naar dus sowieso een samenwerking met studenten, dat ze zorgen dat ze daarna hun master kunnen doen. U had het zelf over het upgraden van de docenten zelf. En hoe staat het dan zelf met de docenten? Is er een aanname? Is er een terugloop? Want vaak genoeg zegt men, je hebt nooit genoeg aan docenten. Wij hebben het geluk, dan praat ik echt over journalistiek en communicatie, dat we altijd docenten hebben. Ik denk dat een team belangrijk is. Het ook betrekken van de docenten maakt ook dat ze het ook fijn vinden om te behoren tot het team van AHKCU. In dit geval journalistiek en communicatie. En daarbinnen hebben we dus gezorgd dat er ook genoeg mensen zijn. Je hebt dus sollicitaties. Als we merken dat dus een docent voortijdig afmeldt, dat wij dus die maatregelen kunnen of die voorzieningen kunnen treffen. Tot nu toe loopt het goed. We hebben ook een policy binnen de organisatie. Is dat wanneer jij zegt van hey Jane, ik wil eigenlijk afbouwen, dat wij je vragen introduceren aan iemand die dicht bij je is, van wie je zeker weet dat je dat waardig van je kan overnemen, waardoor je nooit gaat zien dat we echt een sollicitatieoproep zetten. Omdat we zorgen binnen het korps van als wij bijvoorbeeld iemand hebben, een collega die inderdaad ook zo goed kan overdragen, dan wordt dus gelijk de post ingevuld. Dus wat dat betreft zitten we goed. Het zijn gedreven professionals die hier zitten, docenten die tot het uiterst gaan om studenten het gevoel te geven van jij bent voor ons belangrijk. En ik denk dat dat belangrijk is in het leerproces.
Ja, sowieso. Want de opleiding op het AHKCO zelf is 4 jaar. Maar als ik me niet heb begrepen, gaat het AHKCO met een nieuw traject van start. Een 1-jarige opleiding voor werkende professionals al, die toch nog iets bijschavingen nodig hebben. Hoe staat het dan daarmee? Ik zou je zeggen, ik zit zelf ook, dat is ook een apart verhaal. Jaren geleden hebben wij dus gezien dat er behoefte was aan een 4-jarige opleiding, maar ook meer. En dat heeft geresulteerd in een heel mooi project dat gefinancierd is door dus UNESCO, een 1-jarige opleiding. De eerste opleiding hadden we 25 mensen, daar zijn er 14 uit hebben afgerond. En we hebben dus nu weer 1 waar we 7 studenten hebben die moeten afronden. En dat is echt een opleiding voor mediawerkers en journalisten die eigenlijk actief zijn in het beroep. Omdat we gezien hebben dat niet iedereen een bachelor wil worden, maar mensen willen wel along the way versterkt worden. En het is heel erg belangrijk, net wat we zeggen, als je een beroep uitoefent, dat je ook steeds kwalitatief beter gaat performen. En daar voorzien wij in. Ik mag zeggen, dus de tweede groep moeten we uiterlijk 1 januari afronden. En eigenlijk hebben we als stichting, ik zit zelf ook in de stichting, de opleiding overgedragen aan HKCO. Want wij denken dat hij heel goed aansluit op de 4 jaar. Als ik in 4 jaar november begin, elke november, is het goed dat ik ergens januari, februari begin met een groep van mensen die al werken, maar die een jaar opleiding willen volgen. En die opleiding is helemaal praktijkgericht. Eigenlijk is theorie maar een beetje, terwijl 80% praktijk is. En dat sluit helemaal goed op de, wat dus het mediaveld nodig heeft. Ja, sowieso. En als, als deze groep dan afsluit, krijgen ze dan een certificaat of een deeldiploma? Of qualification. Hè? Het is, wij hebben gekeken naar het concept, zo hebben het ook ingediend aan een associated degree. Een 1-jarige opleiding dat voldoet aan, dus zoals we het internationaal hebben gehad en ook goedgekeurd hebben gekregen van UNESCO. Alleen hebben we dus nog niet de term gebruikt AD, Associated Degree. Maar het is wel een volwaardige 1-jarige opleiding waarbij je wordt toegekend met dus de qualification. Je bent gekwalificeerd om dat journalistieke beroep uit te oefenen. Dus als ik echt zo, het is echt je passie, want als ik echt zo naar je luister. Mijn baby geweest. Ik in het werk, ik zit inderdaad nu 18 jaar hier. Eerst als docent en daarna als cursusleider, 16 jaar. En ik kan nu zeggen, er is continu nadenken van wat heeft het veld nodig? Wat heeft die samenleving nodig? We hebben nodig mensen die moreel ethisch handelen en genoeg kennis en vaardigheid hebben om het werk goed te kunnen doen. En daarin moet je als opleiding voor zijn. We zijn een goede opleiding, niet dat ik promotion maak, dat doe ik altijd. Maar als we kijken, mensen die buiten denken van, oh, het is gewoon journalistiek en communicatie. Maar als je komt, dan zie je dat het een waardige opleiding is. Met een goed curriculum beschreven door professionals, mensen die nagedacht hebben over hoe de opleiding afgekeken hebben. Ik heb het geluk gehad dat ik vaker naar het buitenland kon om me te gaan upgraden. Daarom adviseer ik iedereen. Laat je ook buitenscholen, dan kun je echt kijken van wat kan ik meenemen naar mijn eigen land. En dat heeft ook gemaakt dat ik continu bezig ben met wat kunnen we beter doen, wat kan anders. Ook de docenten voorbereiden op het traject. En ik mag zeggen dat we nu ook richting zijn om ook 1-jarige opleiding voor communicatiemensen. Omdat je op een gegeven moment ook veel meer mensen krijgt. Dat je als opleiding gaat werken aan al die professionals. En wie geen bachelor wil wel zorgen dat je wel iets hebt. Dat je kan aantonen van hier, ik ben niet zomaar in het beroep gerold, maar ik heb in elk geval een kwalificatie. Bedoelt u de mensen die op de public relations afdelingen zitten? Die het 4 jaar willen, die kunnen nu. Daar zijn we nog mee bezig. Kijken hoe dat gaat werken. Om 1-jarige opleiding voor hen op te richten. Ja. En dat gaat zich dan sowieso richten op hun bedrijven? Organisaties, ja. Bedrijven en organisatie. Want hun stage gaat dan binnen, dus die organisatie moet gebeuren. En zo zijn er zoveel meer dingen die moeten gebeuren. Je moet zorgen dat je ook workshops hebt. Eigenlijk is leren een continu proces. Het is niet iets dat stopt. Ook wij moeten continu bezig zijn, vooral ik. En zo neem je ook de mensen mee. En de studenten vinden dat ook fijn om te weten van, hey, dit zijn toch wel dingen die ons kunnen helpen om beter te worden binnen ons beroep. Helemaal. En mevrouw Kolf, ja, we vragen nu bijna aan ieder. We zijn aan het begin van het jaar. Wat is uw nieuwjaarswens of uw resolutie voor het jaar 2020? Mijn wensen zijn naar buiten gegaan. Ik heb iedereen toegewenst een jaar van doorbraak. En wanneer je mensen dat toewenst, dan ga je naar je persoonlijk leven. Wat wil ik nog meer bereiken? En wanneer ik praat over doorbraak, betekent niet alleen maar
wat we willen ontvangen, maar wie willen we zijn in 2020? Wat willen we nog meer achieven in 2020? Hoe moet datgene wat we voorstellen, hoe moeten wij dat doen in 2020? En wanneer we praten over doorbraak, dan is het doorbraak op elk gebied. Op gebied van groei, op gebied van werk, op gebied van persoonlijkheid. En ik denk dat met doorbraak gezegd is dat we allemaal gaan nadenken van op welke gebieden van ons leven willen we die doorbraak hebben. En dan geloof ik dat als we erin geloven, het zal gelukken. En wat is uw boodschap voor uw 25 studenten die u van het jaar heeft voor de komende collegejaren? Ze kennen het al. Het geheim van succes ligt in het doorzettingsvermogen. Als je niet doorzet, kun je niet succesvol zijn. Sommige mensen kunnen het makkelijk, maar anderen hebben situaties on hand. En ondanks je situatie geloof ik wel dat je succesvol kan zijn. En iedereen kent me, omstandigheden houden me niet tegen om succesvol te zijn. Integendeel stimuleren omstandigheden me juist om te laten zien dat ik het wel kan. Ja, kijk, als u heeft het gehoord, mevrouw Kalf heeft de omstandigheden mogen je niet houden om succes te bereiken. Ja, verder, ja, ik hoef helemaal niets meer te vragen, mevrouw. Ze inspireert je helemaal. En dan met deze sterke woorden van mevrouw Kalf Berggraaf zijn we aan het eind gekomen van deze eerste aflevering van In Gesprek Met. Maar gaat u nog niet weg? We zijn zo weer terug met het tweede deel. Tot zo.